een gegeven moment ben ik iets voor mezelf begonnen. Ik begon bij een ruimte van 100 vierkante meter. Mm-hmm. Leuk dat hij ook de mogelijkheid biedt om langs te komen. Ja, goeie gast. Over 500 meter sla rechtsaf naar de Bisschop Jansenstraat. Mensen omgaat, dus dat is leuk. Ja. Daarom is het ook wel duidelijk waarom heel veel mensen bij hem voor hem uitkomen. Dus super leuk, kijk er naar uit. Ik ben blij dat jij je dagje daarmee goed opvult. Ja. Omdat het je goed doet. Wees goed voor elkaar, jongens. Hey. Wij gaan hier even verder met rijden, want het is nog een eindje naar Utrecht. Maar stay tuned. Hi en welkom bij de Vrijheid van de Beperking. Vandaag staan we bij SB Gym en natuurlijk naast de man himself, Saïd. En je kunt hem natuurlijk kennen van zijn sportschool houden of je kunt hem kennen van het professional curling. Maar daar gaan we uitvragen. Stel je ergens voor, Saïd. Ik ben eigenaar van SB Gym en trainer van een... aantal profjongens die men wellicht kent. Oké. En hoe lang heb je al deze sportschool? Ja goed, wat is het nu? Ik geef nu ongeveer al 20, 21 jaar les. Op een gegeven moment ben ik iets voor mezelf begonnen. Ik begon bij een ruimte van 100 vierkante meter. Mm-hmm. Ja goed, daar heb ik anderhalf jaar gezeten. Nou, dan gingen we naar een ruimte van 200 vierkante meter. Daar heb ik ongeveer ook anderhalf jaar gezeten. En nu zitten we hier, wat is het, sinds juli vorig jaar zijn we dit pand betreden, in ieder geval het huurcontract. Mm-hmm. En we zitten hier al vanaf juli zitten we hier eigenlijk. Netjes. Dus zo hebben we het een beetje opgebouwd. Oké, okay, en ik zie op internet heel veel foto's. En kun jij maar iets vertellen over de olie die je verkoopt? Ja. Nou ja, Ergen Olie is een sponsor van mij die... Die mij vanaf dag 1 gesteund heeft. Mm-hmm. En Ergen verkoopt cosmetisch olie, maar ook olie gewoon voor voeding. En het is een hele goede olie die ik en heel veel atleten bij mij ook gebruiken. Mm-hmm. En ik ben trots op dat hij een sponsor van mij is. Oké. Okay. Wat heeft jou geïnspireerd om de sportschool te beginnen? Ja, het is uiteindelijk, ik heb uiteindelijk van mijn hobby mijn werk kunnen maken. En ik zeg altijd, het is een uit de hand gelopen hobby. Het begint gewoon als een hobby. En na die, op een gegeven moment na die hobby, ja, begin je een keer met lesgeven, gewoon puur recreatief. Ja, met de jaren zijn we eigenlijk gegroeid tot waar we nu staan. En we hebben eigenlijk gewoon van onze hobby eigenlijk onze werk kunnen maken. Oké, okay, netjes. En er trainen hier een paar jongens, zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, een paar, er trainen hier heel veel, denk ik, weet je. Dus, maar als ik, twee bijvoorbeeld, welke zou je dan kiezen? Oh nee, ik zou niet kunnen kiezen. Ik heb hier een stuk of 25, wat is het, profjongens en jongens en meiden die het goed doen. Dus voor mij zijn ze allemaal... Ik heb allemaal iets met hun, dus bij mij zal niemand boven de ander uitsteken. Netjes. En je zei net dat je eerder accommodatie had. Ja. Waarom bent u daar weggegaan? Ik werd op een gegeven moment te klein. De ruimte was gewoon te klein. We hadden 100 vierkante meter naar 200 vierkante meter. En nu zit je in een ruimte van 900 vierkante meter. Dus ja, dit was wel gewoon nodig. Oké, okay. En je bent al aardig, je hebt al aardig veel gezien van de wereld, maar welk deel van het continent vind jij het mooiste? Goeie vraag. Weet je wat het is? Ik hou van Azië heel erg. Amerika vind ik ook wel, heel erg mooi. Mm-hmm. Ik ben nog wel benieuwd een beetje naar landen als Argentinië, Zuid-Amerika. Daar okay. Zijn nog wel landen die op mijn verlanglijstje staan om te kijken hoe het daar is. Maar ik ben sowieso iemand die houdt van reizen, dus... Dat is altijd mooi meegenomen. Inderdaad.
Je doet al 25 jaar sporttrainer en zo. Maar waar, sorry, 21. En waar begon de liefde voor jou voor de vechtsport? Ben je zelf een vechtsporter of ben je erin gerold? Ik zat als kleine jongen begon ik eigenlijk met karate. Mijn vader had me op karate gezet en uiteindelijk ben ik ooit een keer een buurthuis binnengelopen waar ze kickboksen gaven. Ja, dat vond ik toen heel erg leuk en zo is het eigenlijk begonnen hoe ik eigenlijk in de kickboksen terecht. Je bent bij UFC geweest, je bent bij ONE FC geweest. Wat trekt jou het meest in dat soort organisaties? Want er zijn vrij grote, ja. Ze gaan over heel de wereld. Ik denk dat elke organisatie wel zijn charmes heeft, weet je. Het is, UFC is heel anders, is niet te vergelijken met ONE Championship, maar ook Bellator is weer niet te vergelijken. Dus ik denk, ze hebben allemaal hun charmes. Dus ja, voor mij is het natuurlijk mooi dat ik al die organisaties heb mee kunnen maken. En het zijn allemaal professionals. En, voor ons is het alleen maar mooi dat zo'n klein landje als Nederland toch zoveel grote vechters heeft kunnen brengen. Dat is sowieso. En nou gaan we het toch over corona hebben. Corona kwam anderhalf jaar geleden en wat heeft dat met u gedaan? Ja, het is een lastige tijd voor iedereen geweest. Zowel voor de vechters, maar ook, weet je, ik denk dat de gym die hier staat niet alleen een gym is voor de professionals, maar ook voor de recreant, voor iedereen. We hebben hier mensen trainen die in het Nederlands team ijshockey zitten, maar we hebben ook mensen hier trainen die bijvoorbeeld op hoog niveau handballen. Dus weet je, het heeft voor iedereen wat gedaan, maar ook voor heel veel atleten. Niet zowel alleen maar kickboksen, maar ik denk voor alle sporten heeft het wat gedaan. Alleen we hebben daarmee moeten dealen. En goed, uiteindelijk ook dat soort situaties, ja, maak je mee in leven. En nu is het corona, maar ja. Dat soort dingen hebben we ook mee te dealen met blessures. Ja. Het is wat het is en ik denk dat we het positieve eruit moeten halen en moeten vasthouden aan een droom. En ik denk voor de vechters ook allemaal, hoe groot is die droom om het einddoel te behalen. En als ik moet vragen aan jou, waar zie je jezelf over 5 jaar? Waar is dat dan? Weet je, ik heb alles al een beetje meegemaakt, dus ik werk met de grootste atleten. Ik hoop nog dat ik nog lang de passie en dit kan doen, en, maar niet alleen maar voor die atleten, ook voor de opkomende jongens en meiden, weet je. Dus er is aardig wat talent en ik hoop dat ik daar nog een stukje in kan betekenen voor hun, dat ook die atleten straks de kans krijgen en optimaal hun kansen kunnen benutten om bij bepaalde organisaties gewoon te staan. Okay. En laatste vraag. Heeft u een boodschap voor de mensen met een beperking? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb altijd heel veel respect voor die mensen. Vooral als ik alleen al een last heb van mijn arm en ik moet er 2 weken zo mee lopen, dan belemmert het me echt heel erg. Dus dan ga je dingen toch wel je gezondheid waarderen. En ik heb echt petje af voor mensen met een beperking, hoe zij toch de kracht hebben om elke dag toch het uiterste uit hun leven te halen. Dat ze toch blij zijn wat ze doen. En ik hoop ook gewoon dat wij trainers, vechters, toch ook een beetje meer respect voor die mensen hebben en iets voor die mensen kunnen betekenen. Want ja, weet je, gezondheid is niet vanzelfsprekend. Nee, is dat helemaal niet. Dus ja, petje af. Ik heb daar heel veel respect voor. En, maar ja, hun zijn ook vaak de mensen die mij de kracht geven om vaak toch wel om weer een reality check te zijn, om dankbaar te zijn, om dat je gezond bent en dat je elke dag weer wakker wordt en bepaalde dingen kunt doen, weet je. Nu wordt er weer te enthousiast, ik krijg een aanval. Deze jongen. Je doet heel goed, jongen. Dank je. Als je moet kijken naar hoe het nou gaat met de mensheid, zeg maar, van hier in Nederland. Wat zou u veranderen?
Ja, wat ik zou veranderen is dat toch mensen toch wel iets meer respect voor elkaar hebben. En ongeacht een beetje de saamhorigheid. Je ziet toch steeds meer dat we naar de tijd gaan met meer verdeeldheid, weet je. Dus dat is een stukje. Ik hoop gewoon dat we naar een stukje respect voor elkaar gaan. Waar mensen gewoon ongeacht wie je bent of waar je in gelooft of wat dan ook. Dat je elkaar gewoon respecteert en leven laten leven, weet je. En dat is een stukje wat ik natuurlijk hoop. En ik bedoel, we leven in een land waar heel veel kansen en mogelijkheden zijn. Ja. En verschillende groepen, nationaliteiten. Dus ik hoop dat we straks toch wel weer een beetje terug gaan naar die tijd, weet je. Ja. Mag ik u hartelijk bedanken. Graag gedaan. En nog een hele fijne dag. En vergeet niet te liken. Niet te delen en te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van de Vrijheid van de Beperking. En laters!